Hoe werkt het multimedia radiosysteem met 7-inch kleur en touchscreen in de nieuwe Opel Corsa? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Lewis en op dit YouTube-kanaal verschijnt wekelijks een nieuwe video met uitleg over een Opel systeem, zoals deze, of met uitleg over een Opel model. Nou, bekijk ons kanaal voor het eerst, van harte welkom. Maar vergeet niet te abonneren te worden, dit kost helemaal niks en zo krijg je als eerste bericht als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, in deze video ga ik dus uitleg geven hoe het multimedia radiosysteem met 7-inch kleur en touchscreen werkt in de Opel Corsa. Er zijn dus verschillende systemen leefbaar in de Opel Corsa. Dat begint eigenlijk met de radio en met een 5-inch scherm. Daar hebben we ook een aparte video van gemaakt, die zal ik hierboven uiteraard ook even toelichten. Nou, in deze video gaan we dus uitleg geven over het multimedia radiosysteem met een 7-inch touchscreen. Maar dit systeem is ook leefbaar met een multimedia Navi met 7-inch kleur en touchscreen. En daar hebben we ook een video van gemaakt en die zal ik hierboven ook uiteraard even toelichten. En het meest luxe systeem, dat is het 10-inch Multimedia Navi Pro systeem. En hoe dat systeem werkt, dan kun je boven uiteraard ook even op de link klikken, zodat je dat kunt bekijken. Maar zoals ik al zei, ga ik dus in deze video uitleg geven over een multimedia radiosysteem met 7-inch kleur en touchscreen. En hoe dit werkt en wat je er al mee kan, laat ik je nu zien. Nou, en hier zien we dus het multimedia systeem met 7-inch kleur en touchscreen. Nou, dus heeft dus aan de zijkant heeft dus allemaal knoppen, waardoor je heel makkelijk ook door het menu heen kan. En dan begin ik linksboven, begin ik eigenlijk bij de radio. Nou, dan komen we eigenlijk op dit scherm dan uit. En dan hebben we hieronder ook nog een aantal knoppen. Dan beginnen we bij bronnen. En als ik die selecteer, dan kan ik dus kiezen of ik zeg van ik wil radio, of via USB, of via een iPod bijvoorbeeld muziek luisteren. Nou, als ik terug ga, druk ik hier op het rode kruisje. Daarnaast hebben we hier frequentie en dan kan ik eigenlijk de radiozender mee opzoeken. Maar het makkelijkste eigenlijk om een radiozender op te zoeken, gaat eigenlijk via lijst. En als je op lijst klikt, dan zie je hier alle zenders die hij momenteel ook heeft gevonden. En als je zegt van nou, een zender die wil ik bijvoorbeeld opslaan, in dit geval bijvoorbeeld Radio 10 nemen we als voorbeeld, dan hoef ik alleen nog maar op dat sterretje te drukken en dan slaat hij hem op. En waar hij dan opslaat, kan je eigenlijk zien bij geheugen. En als ik naar geheugen toe ga, dan zie ik hier mijn voorkeurszenders en hieronder zie ik 9 en waar ik dan Radio 10 heb opgeslagen. Nou, als laatste heb je nog een knop opties en dan kun je ook nog wat instellingen kwijt. En bijvoorbeeld de verkeersinformatie kun je aan of uitzetten. Nou, ook of je FM of DAB ook wil luisteren, want het systeem heeft standaard ook DAB. En daarnaast heb je nog audio instellingen wat je ook nog kunt regelen. En via het rode kruisje kom je eigenlijk weer terug. Nou, voor de rest zien we in dit scherm, zien we linksboven, zien we daar ook nog de buitentemperatuur. En daarnaast zien we hier ook nog bediening van het kachelsysteem, maar dat heeft puur te maken omdat deze auto ook voorzien is van een klimaatcontrole. En aan de rechterkant zien we hier ook nog de tijd. En de knop ook voor instellingen. En als ik daarop klik, dan zie ik hier ook nog wat instellingen die je kunt regelen. Bijvoorbeeld het scherm kun je wat donker of wat licht maken. Je kan verschillende profielen kun je aanmaken. Via configuratie kun je de taal en de tijd kun je allemaal regelen. En via vertrouwelijk kun je ook nog wat privacy instellingen regelen. Nou, de tweede knop die hieronder zit, en dat is eigenlijk de knop van navigatie. Maar navigatie zit dus niet standaard op dit systeem. Dat werkt dus alleen via de mogelijkheid via Apple CarPlay of Android Auto. Nou, in dit geval laat ik dus de mogelijkheid zien met Apple CarPlay. Ik sluit de telefoon dus aan via de USB-aansluiting. En ik druk hier, ik krijg een melding, ik druk hier op ja. En ik kan hier ook op oké drukken. En daarna zie je dat die verbonden is met de Apple CarPlay. Nou, en hier zien we dus Apple CarPlay. Aan de linkerkant zie je heel mooi wat sneltoetsen waar je naartoe kan. En deze stippeltjes hieronder, als je daar naartoe gaat, dan kom ik eigenlijk over het hoofdmenu uit. Een keer van de telefoon kan ik inderdaad ook gewoon mee bellen, mijn muziek. Bijvoorbeeld Spotify kan natuurlijk ook nog. En navigeren kan via de app kaarten. En als je daarop klikt, dan kom je gewoon op het navigatiesysteem kom je dan uit. Hij geeft een aantal favorieten, geeft hij inderdaad ook aan. En ik kan hier via zoeken, kan ik inderdaad ook gewoon via spraak. Of ik kan hier via de knop het intypen. Nou, daarnaast zijn ook handige punten zoals een podcast of instellingen. Of ik kan inderdaad hier ook nog via WhatsApp, Spotify of andere muziek waar ik eigenlijk op mijn telefoon heb ingesteld. Nou, bij WhatsApp moet je uiteraard rekening houden dat, dat Siri de berichten wel voorleest. Je kan uiteraard niet terug typen, maar je kan het bericht wel inspreken, zodat je het weer terug kan typen als een bericht. Dat werkt ook super makkelijk. Nou, de instellingen van deze app, dus waar je eigenlijk het icoontje wil hebben, dan kun je allemaal heel makkelijk via je iPhone kun je het heel makkelijk instellen. Nou, uiteraard werkt het voor de Android toestellen, werkt dus Android Auto. Daar hebben wij een aparte video van gemaakt. En die ga ik hierboven uiteraard ook even linken, zodat je die ook in alle rust ook kunt bekijken. Nou, dan gaan we verder. Dan gaan we dus naar de telefoon. En daar staan we nu al op. En dat werkt dus gewoon via de Bluetooth. He, dus als je hem niet aangesloten hebt via de kabel, kun je uiteraard ook via de Bluetooth verbinding maken. Zodat je ook handsfree kunt bellen. Nou, wanneer het ingesteld is, kun je heel makkelijk hier het telefoonnummer kun je intypen. Je kunt hieronder een gesprek en een lijstje kun je kijken in je contactpersonen. En word je gebeld,
Nou, komt natuurlijk hier het nummer in beeld wie je belt. Dan kun je hem hiermee opnemen via het scherm. Of hier via de stuurwielbediening. Nou, en hoe je dit koppelt, hebben wij ook een video van gemaakt. Die zet ik bovenuit ook even linken. Zodat je die ook aan anderen kunt bekijken hoe je dat allemaal kunt regelen. En kom er niet uit, typ heel makkelijk hieronder in. En dan help ik je uiteraard ook graag. Nou, en rechtsonder bij de telefoon hebben we nog een knop opties. En daar kan ik ook nog wat instellingen kwijt. Ik kan hier bijvoorbeeld in de wasstand kan ik hem ook zetten. Ik kan daarnaast kan ik ook de contacten sorteren bijvoorbeeld op de achternaam. En ik kan het volume van de beltoon die te horen is, die kan ik ook wat harder of wat zachter zetten. Nou, dan kun je hiermee regelen en dan ben je weer weg. Klik je eigenlijk gewoon weer op de boven en dan gaat hij weer terug. En dan gaan we één knop naar beneden. Dan gaan we dus naar deze. En daar kun je inderdaad ook nog foto's beheren of inderdaad ook nog sms berichten ontvangen. Nou, en de laatste knop, hè, dat is deze knop met het autosymbooltje. Als we daarop klikken, dan komen we op de instellingen uit. Nou, dat hangt natuurlijk een beetje van de type auto wat je dus hebt, de type Corsa. Maar hier kun je dus alle instellingen instellen wat je wel of niet wil. Kun je aan of uitzetten. En als je niet weet wat het is, dan kun je hier ook op het i'tje klikken. En dan geeft hij inderdaad ook aan van wat er precies mee wordt bedoeld. Nou, je hebt hier dus nog wat snelkoppelingen, hè, wat snelle punten die je kunt regelen. Maar je kunt hier bij voertuiginstellingen kun je nog dieper in gaan. Hè. Dan kun je via de verlichting of comfort of beveiliging kun je allemaal dingen ook aan of uitzetten. Nou, hier in het midden zit ook nog een hele handige knop om harder en zachter te zetten, hè, voor de audio. En als je op het knopje drukt, dan gaat het geluid ook op mute. Nou, linksonder, daar bevindt zich ook nog een knop voor de automatische deurvergrendeling. Die staat standaard meestal ingesteld dat die automatisch ook wordt vergrendeld. Nou, heb je dit liever niet, dan heb je het liever dat je zelf een eigen hand wil hebben. Moet je deze knop even een aantal seconden ingedrukt houden en dan kun je daar die functie aan of uit mee zetten. Nou, als laatste nog een handige tip is eigenlijk als je met drie vingers op het scherm tikt, heb je hier ook nog een heel makkelijke sneltoetsen. Dus je kunt heel makkelijk naar radio. Wil met drie vingers, kun je bijvoorbeeld naar de instellingen toe. Dan kun je heel makkelijk kun je dat op die manier zo regelen. Nou, en ik hoop dat ik hiermee een duidelijke en heldere uitleg heb gegeven over het multimedia systeem met een 7-inch kleuren touchscreen. Nou, zijn er nog aanvullende vragen, dan kun je die heel makkelijk hieronder stellen. Of je kunt een mail sturen naar klantencontact@liewersrode.nl. Want je bent natuurlijk ook van harte welkom bij ons aan de Satuba Noord 133 in Rode. Waar we alle open modellen hebben staan en waar we het natuurlijk ook alles kunnen laten zien. Maar we kijken ons aanbod ook op www.liewersrode.nl. Nou, ik ben je super bedankt voor het kijken naar deze video. Volgende week verschijnt er weer een nieuwe video. En hopelijk zien we elkaar dan weer. Tot dan!